Het nieuws uit Enschede van maandag 11 september. Een straat staat blank door een gesprongen waterleiding. En TV Enschede FM wint 2 lokale omroep awards. De winnaar van de lokale omroep awards 2017 in de categorie audio is Wildgroei. Ja! Goedenavond. Bij een bedrijfsongeval met een heftruck aan de Josink-S-weg is aan het einde van de ochtend iemand gewond geraakt. De werknemer is naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd is niet bekend, maar de brandweer is wel ter plekke geweest om vrijgekomen accuzuur te verdunnen. Over de ernst van de verwondingen is niks bekend. De wethouder Elhorststraat is vanochtend enige tijd afgesloten geweest vanwege een breuk in de waterleiding. Het water kolkte over een lengte van zo'n 30 meter omhoog. Vitens was met meerdere wagens ter plaatse om het lek te repareren. En door het lek kwamen huishoudens in de straat zonder water te zitten. Ook kwam de bestrating omhoog. De singelloop in Enschede is gisteren gewonnen door de Belg Kim Ruel. De atleet uit Capellen deed 25 minuten en 10 seconden over de ruim 8 kilometer. Regionale topper Koen Vossers werd tweede en de Belg Jonas Roels derde. Bij de vrouwen won Jessica Oosterloo. In totaal liepen zo'n 2500 lopers over de singles van Enschede. Met een chip waargenomen tijden, dus we krijgen bruto tijden, maar ook netto tijden. Ja, daar gaan we. Ik kijk naar deze klok. We zullen net boven de 25 minuten uitkomen bij nummer 4. En dat was inderdaad onze favoriet Kim Ruel uit Capellen in België. Met nummer 2. Als startnummer 28 minuten en zo'n 57 seconden voor de onze favoriete Jessica Oosterloo. TV Enschede FM heeft dit weekend 2 lokale omroep awards gewonnen. Voor het beste radioprogramma en voor het grootste presentatietalent. De prijzen voor de lokale omroepen werden zaterdag uitgereikt tijdens de open studiodagen in Hilversum. De winnaar van de lokale omroep awards 2017 in de categorie audio is Wildgroei. Ja! Ik heb deze bijdrage ook met heel veel plezier van het begin tot het eind geluisterd. En er zit zo ontzettend veel potentie nog in, dat ik vind dat jullie heel terecht deze award krijgen. Gefeliciteerd, jongens. Ja, super vet. Echt en totaal onverwacht. Ja, waarom? Onverwacht? Nou ja, omdat de andere twee kandidaten echt mega goed waren. En, maar jullie ook, blijkbaar. Nou, blijkbaar, ja. De winnaar van het presentatietalent 2017 is Niels Furrie van TVS-GFM. Ja, ik ben dan wel iemand die van tevoren zegt, ja, weet je, ach, ik kijk het wel. Maar als je dan als je naam wordt genoemd en je wint, ja, dat is gewoon heel vet. Het is gewoon zo'n mooie aanmoediging. Nou, wat ik denk dat ons sterke punt is, het was niet onze strakste uitzending, maar we hadden wel echt heel veel creatieve dingen. Althans, vond ik zelf, we hadden een eigen carnavalshit, we hadden allerlei nijntje verhalen, omdat Dick Bruna was overleden die week. We hadden allerlei one-liners waar we gingen schieten op lokaal nieuws met grapjes in één zin. Dus ik denk dat dat ons sterke punt was. Ik zou nog best wel meer kunnen presenteren, om daar ook gewoon voor te gaan, weet je wel. Gewoon met deze aanmoediging van, hey, waarom ga ik dat niet doen? Tot meer onder de mensen, ik heb dat net ook gezegd op het podium. Dat is wat ik het allerleukst vind eigenlijk, om gewoon onder de mensen te zijn. Dat is ook wat ik van Timo, de juryvoorzitter van deze award, zeg maar, hoorde. Die zei van, nee, maar je bent goed met mensen. Nou, dan moet je daar ook naartoe gaan, vind ik dan. En dat vind ik ook het leukste, dus dat ga ik denk ik meer opzoeken. In Den Haag wordt momenteel nog druk onderhandeld over de kabinetsformatie. De VVD zit aan tafel met het CDA, D66 en de ChristenUnie. En terwijl die gesprekken gaande zijn, waren 9 Tweede Kamerleden van de VVD vandaag in Enschede voor een werkbezoek. Het is heel eenduidig, het is een werkbezoek, maar geïnitieerd door ondergetekende, door mijzelf. Met maar één doel, namelijk dat wij aan het eind van de dag al deze mensen terugsturen naar Den Haag. Als ambassadeurs van Twente en Enschede in het bijzonder. Vandaag ontvangen wij een aantal liberale VVD-Kamerleden, liberale burgemeesters uit Twente en een aantal andere gasten om ze eigenlijk te laten zien wat er allemaal hier in Twente en in Enschede aan mooie dingen gebeurt op het gebied van cultuur, op het gebied van bereikbaarheid, op het gebied van economie, kennis en innovatie. Nou, en dat gaan we ze vandaag allemaal laten zien. Wat kunnen ze betekenen voor Enschede? Heel veel. Want onbekend maakt onbemind. En je ziet gewoon
dat in de Tweede Kamer zitten heel veel mensen die toch eigenlijk niet helemaal 100% goed op de hoogte zijn van wat er op dit moment allemaal in Twente en in Enschede gebeurt. En er gebeurt nogal wat. Kunnen jullie nog punten aandragen voor de coalitiebesprekingen? Nee, dat zal niet kunnen. Dat is een maatje te groot. Het gaat er nu om de Kamerleden te beïnvloeden in die zin dat als ze ooit nog een keer het woord Twente of Enschede voorbij zien komen, dat ze daar een heel positief beeld bij krijgen en dat ze ook geneigd en genegen zijn om mee te gaan in plannen om Twente of Enschede te versterken. Denkt u dat tussen de 9 mensen die vandaag hier zijn gekomen in Enschede, of er nog een nieuwe staatssecretaris of minister tussen zit? Haha, dat is een hele goede vraag. Dat zou maar zo kunnen. Het zijn goede bestuurders. En ik heb er wel eentje in gedachten die ik nu niet uitspreek, die wellicht daar wel kans toe maakt. En dan nog het weer. Het is een natte en een frisse dag vandaag. In de avond en vannacht zakt de temperatuur tot 14 graden. Ook de rest van de week blijft het regenen. Vanaf woensdag valt het met bakken uit de lucht. Het is overdag zo'n 14 tot 16 graden en 's nachts tussen de 10 en de 12 graden. En tot zover. Het nieuws uit Enschede voor vandaag. Nu is het NOS Nieuws in 60 seconden en daarna Het Veld Op, ons programma over FC Twente. Ik wens u een fijne avond.